We hebben cijfers voor de heren. Alle vier de heren die hangen ook in de Skype-verbinding op dit moment. Ja, ik ga het woord gewoon geven aan Frisse. Ja, toch? Take it away, man. Ja, we hebben ik wil altijd een soort kleine disclaimertje. Voor mij, deze cijfers is gewoon puur omdat het een competitie is. We hebben ook expres gewoon het op vandaag gehouden en niet gaan vergelijken met vorige week. Want dat zou denk ik ook niet eerlijk zijn naar de kandidaten toe. Dus we hebben gewoon puur op wat we vandaag weer nu hebben ontvangen, hebben we in overleg deze 5 cijfers gegeven. Ja, toch? Ja. We beginnen met Niels. Last but not least, want hij is... Of last word least, ik weet niet. In ieder geval, whatever. Niels, Niels een klein 6,5. Voor mijn idee, je bent net begonnen. Ik vind dit nogal wat. En ik kijk er ook zeker naar uit om te zien hoe je gaat groeien. Maar 6,5 klonk voor mij wel goed voor iemand die net begonnen is. Zeker. Ja. Zeker. Eens. Eerste cijfer voor Niels, 6,5 reactie. Nee, ja, bedankt. Bedankt voor jullie reacties. Jij bedankt, man. Ik ga er wat mee doen. Ja, toch. En, meer kan ik niet doen. Zeker. We gaan door naar kandidaat nummer 2. Ja, zeg het maar, Frisse. Wie, ja, ga ik al. Ga ik ja, al ja, ja, Mahi mag het ook zeggen als jij de cijfers voor je hebt staan. Ja, zeker. Gaan we dan van... Nee, maakt niet uit. Het mag gewoon random. Gewoon... Maakt niet uit. Nou, ik begin ook wel met de volgende. Degene die de derde plek heeft gekregen vanuit ons is Mazzy. Mazzy. En ja, ook gewoon echt heel knap hoe je hebt gepresteerd. En wat Frisco al zei, het is gewoon hoe jullie nu hebben gedaan. En dat zag gewoon dope uit. Wat is het cijfer? Een 7, sorry. Die was 7. Ik fit zeggen. 7 voor Mazzy staat ook genoteerd. Mazzy, reactie? Ja, ik ga dit meenemen ook zeker. En ik ga volgende ronde beter mijn best doen en echt knallen, man. Ja, toch. Het was een beetje kort deze keer. Ja, man. En je gaat meer laten zien de volgende keer. Ik weet het zeker. Lekker, man, Mazzy. Ja. Een 7 voor hem staat ook genoteerd. Kijk ik Arbidjan aan voor de derde kandidaat. Op 3 hebben we Swieber staan. Uit Den Bosch, 19 jaar. We hebben hem een 7,5 gegeven. Ja. Ik weet voor de rest eigenlijk niet wat ik erbij zou moeten vertellen, man. 7,5, that's it gewoon, man. 7,5, broski, dat is het cijfer wat je hebt gekregen, Zwiebe. Kan je ermee leven? Eigenlijk niet, man. Lekker. Dat is die zelfverzekerdheid, toch? Hey. Nogmaals, broeder. Dit zijn cijfers gewoon puur omdat het een competitie is. Wat mij betreft heeft iedereen op zijn eigen lane een 10. Yes. Ja, ja, maar dit is een competitie, dus we moeten, hè, met nadruk op moeten... Een cijfer aangeven, ja. Hou dat ding in je tasje, rustig aan als je me ziet. Maar ook als jongste van de groep, ja. Echt een mooie plaats de tweede, hoor. Ja, ja. Ja, en qua zelfverzekerdheid mag ik best wel zeggen, toch, wij vonden van dit ronde, vonden we jou al met al de zelfverzekerste. Ja. Ja. En dus, ja. Die kan je in je pocket stoppen, Zwieber. Top, dankjewel, man. Yes, lobby. 7,5 voor Zwieber staat genoteerd. En dan de laatste, Frisse. Kom ik weer bij jou terug. Ja, man. De laatste. Nog 2, toch? Nog eentje, sorry. Ja, we hadden als laatste natuurlijk Royal. Maar er is ook een 5e cijfer. Oh. Maar daar gaan we het zo over hebben. Oké. Royal, je hebt de 8 van ons gekregen en jij bent vandaag nummer 1. Dope, man. Ja. Heel dope. Zo, 7 handjes. Dope. Lekker, dat is nodig. Royo, je hebt de hoogste notering van vandaag, een 8. Dit cijfer gaan jullie allemaal meenemen naar de volgende performance. Over 2 weken is dat volgens mij. En dat cijfer dan bij elkaar, 2 cijfers, dat wordt dan uiteindelijk het gemiddelde. En wat Frisse al zei, cijfers worden gewoon gegeven omdat ze... moeten gegeven worden. Het blijft natuurlijk wel een competitie. Ja. Maar ik vind wel een dikke applaus is wel op zijn plaats voor jullie heren allemaal. Lobby naar jullie.